Dan gaan we het maar eens hebben over NAC Emmen. Of wil je nog een muziekje doen, Leon? Nee, die gaan we wel redden. We gaan eens NAC Emmen doen. Bram, de trainer is toch wel wat aan het schuiven geweest in de opstelling. Wat is er veranderd? Ja, Smit Brown die... Smit Brown, ik ben er helemaal blij van, jongens. Ja. Dat scheelt 7 tegendoelpunten morgen. Smit Brown is eruit. Onze gehuurde linksback. Even voor de luisteraars in Emmen. Smit Brown is de zwakke schakel vandaag. Die doet morgen niet mee. Dus jullie hebben een beetje pech. Ja, maar je hebt nog steeds Verschuren, hoor. Dus ik weet niet wie jullie in de spits hebben lopen. Maar hij gaat er sowieso 2 maken. Die dingen staat ik in de spits. Die kennen wij. Oh. Die, hoe heet die? Tervoorde. Nee, die is verhuurd, hè. Die is daar. Is die nou weer... Die hebben we vorige keer al gezien. Almere City. Almere, dat was hij. Wie hebben ze dan in de spits lopen? Daar? Jongens, twitter even wie jullie in de spits lopen. Kroonen, Peters. Ze hebben wel wat leuke namen, vind ik. Klok, Bakker, Bos. Ja. Huisman, ja. Kronen, Fleuren. Olijven, is dat dan een zwart of een groene? Ja. Popeye, ja. Olijven. Is dat met Pit of zonder Pit? Peters, ja, hopelijk zonder Pit. Is dat Peters? Dat is niet die Kas Peters. Hey, maar ze missen wel een doelman, hè? Dennis Telgekamp. Ja, maar ze hebben nu Sietsma. Sietsma. Nee, maar jongens, Smit Brown er eindelijk uit. Het scheelt 7 tegendoelpunten. Ja. Nou, Verschuren nog 7, dan hoef je zelf nog maar 8 te maken om te winnen. Wie staat er op de plaats van Smit Brown? Gino Demon. Kijk, die viel vorige week in. Dat is wel een jeugdspeler. Ja. En alleen die naam is al afschrikwekkend. Ja, Demon. Ja, ik ben benieuwd wat hij ervan gaat bakken, jongens. Het is in ieder geval eigen jeugd, dus nou, mooi. Ja, verder nog wijzigingen middenveld of zo? Want dat gooit je ook iedere week door elkaar, de trainer. Dus. Nee, op ons middenveld niet. Nee? Op de verdediging van Emmen. Ik zie Rommers, Hamouts, Dame. Wat vinden we van Dame? Ik vind het een beetje tegenvallen. Ja, dat vind ik ook. Oh. Ja, maar het gaat vooral om de combinatie met alle... onervaren jongens die nou op het middenveld staan, die moeten elkaar aan kunnen vullen. En ja, volgens mij zitten ze allemaal dezelfde. Ze kunnen elkaar niet wijzer maken, heb ik het idee. Ja. Dus, beetje stuurloos, hè? Ja, de blessures bij NAC, een hele waslijst. Goedendag, man. Danny Verbeek is geblesseerd aan zijn stembanden. Ja. Nijholt aan zijn knie. Bodie Brusseler heeft zijn pols gebroken, geloof ik. Hè? Dat is ook weer niet praktisch. Te veel stammen in één keer gezeten. Munir Elalucci die heeft last van zijn enkel. Klopt. Fisayo Adara Biyoyo. Nee, in één keer goed. Wacht even. Kas Peters zeggen de jongens van hem. Kas Peters. Kas Peters, die hadden we ook nog eventjes. Die was, Kas moet naar NAC. Hashtag hadden we nog een keer gedaan. Wat is er gebeurd met Kas in het buitenland? Dat was een heel kort avontuur. Niet hè? Succesvol. In Engeland en in heeft hij ook bij de Graafschap gezeten? Of heeft hij... Jongens, twitter eens even. Die heeft nog ergens anders gespeeld, volgens mij. De FC Emmen Vraagbank. Ja. De Emmen Vraagbank, hè? Ja, klopt, ja. Ik ben benieuwd wat we er vanmorgen van gaan maken. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er gewoon niet eens zin in heb. Ik moet even nog één ding zeggen. Bart Meijers, die staat ook op het lijstje, maar daar staat niet bij wat hij heeft. Nee, wat hij heeft. Wat zou Bart Meijers hebben? Bart, bel ons even. Ja. Bart heeft last van zijn... ademzappen. Videobanden. Ik ga voor ingegroeide teennagel. Welke teen? Dat vind ik altijd wel een mooi bestuur. Een ontstoken haarzakje. Oké, top jongens. Jongens, wat denken we nog? Moeten we Nostradamus ook nog even? Ja, ik probeer die jongens nog eventjes te bereiken. Want, maar eerst even... Sander en Robert-Jan, die moeten nog eventjes bespreken. Eerst even, Bram, we hebben er geen zin in. Ik heb al meer mensen gehoord die zeggen, stik er maar in, ik ga niet meer. Ik heb een kerstborrel. Ja, ik zal er wel niet, natuurlijk gewoon staan. Ik bedoel, ik ben er ook wel. Maar dik en dun, hè? Maar er zijn mensen die zeggen, kerstborrel, ik heb kerstlunch, brunch, eten, vreten, zuipen. Ik ga niet naar NAC. Nee. Nee, kijk, het is dat er nog een soort van groene mat in het grootste café van Nederland ligt. Maar ik denk dat anders de helft van de tribunes... Ja, wat gaan de mensen doen op de tribune, denk je? Ik denk dat ze met elkaar gaan ouwe hoeren de week bespreken. Hè? Wat is er op jouw werk gebeurd? Wat heb jij deze week nog gedaan in de sportschool? Trouwens, in de sportschool moeten de nakkers ook niet overschatten natuurlijk. En ik denk dat ze lekker een paar biertjes drinken. Af en toe zo eens een blik op dat veld. En dan een paar keer nee schudden en een paar keer kut roepen. En weer even naar beneden voor nieuw bier. Kik ze daar toch eens klungelen. jongen. Ja, kijk, ik vond het altijd negatief te klinken. Maar op een gegeven moment... En natuurlijk blijf je gewoon gaan. En natuurlijk blijf je staan. En ga je er naartoe met iedere keer een nieuwe hoop. Maar... klap na klap na klap. Op een gegeven moment is zelfs de grootste positivo nog... ik denk dat Emiel Ratelband zelfs met het lood in zijn schoenen richting Radverleg zou komen. Die zou je zelfs niks positiefs uit kunnen halen. Maar je wilt het publiek mee hebben morgen vanaf minuut 1. Dan zullen ze ook echt vanaf minuut 1 het moeten laten zien. Ja, en dan moeten ze een keer vroeg scoren. Dat kan gaan wel, ik denk dat we heel vroeg een tegengoal gaan krijgen, jongens. Ja, maar dan denk ik dat het publiek als gaat een gebeten compleet... hond gaat reageren. Ja, dat denk ik ook. Peters, maar Ja. Nee. Ja, dat is niet. Mijn favoriet is meneer Klok.
Klok. Kan die niet samen met die kerk gaan spelen? Van, kerk, kerk, kerk. Ja. Dat die samen achterin. Kerk naar klok, klok naar kerk. Nou, maakt niet uit. Maar goed, ja, dat er niemand is die koekoek zet, hè? Ja, ja. Je bent echt technisch directeur geworden. Ik ben benieuwd naar je aankoopbeleid. Alleen maar op namen kopen, dat is leuk. Ja. Zeg, doen we Nostradamus dan? Ja, we moeten Nostradamus, ja, nou alle voorspellingen binnen. Ja, nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat, dat er iemand is die heeft toch nog één punt gehaald bij Eindhoven NAC. Krijg dat voor elkaar? Ja, nou, ik had gezegd... Oh, moet gewoon verliezen. Ik had gezegd, Eindhoven wint met 2-0. Dat was na 10 minuten al. Toen riep ik al afluiten. Ja, afluiten, maar mee, klaar, maar dat deed hij niet. Start de bus maar. Toen werd het 6-2. Ik heb inmiddels 14 punten weten te vergaren. Sander 10, Leon 9 en Robert-Jan 6. Goed, nou Leon, roep eens wat. Oké, morgen FC Emmen. NAC Emmen. Ja, we beginnen met een... ik denk dat we op achterstand komen. Ik denk dat we precies tegenovergestelde gaan krijgen als dat we gaan verwachten. 6-1 dan? 2-1. Oh. We pakken hem veerkracht. Heb jij al van die jongens, van Sander en Robert-Jan? Ja, Robert-Jan heeft gezegd een 1-0. We gaan dus wel winnen volgens Robert-Jan. Dat is knap, we houden 0 volgens Robert-Jan. Oh. Dat is helemaal gek, hoor. Dat gaat echt niet gebeuren. Wacht, ik heb hetzelfde als Sander, zie ik. Nou, dat maakt niet uit. Sander heeft dus ook 2-1. Dat we 2-1 gaan winnen van FC Emmen. Ja, ik heb ooit eens NAC Emmen meegemaakt met Brian Pires, dat hij zo'n geweldige goal scoorde. En toen werd het 4-4. Oh. Ja. Ja. Moet mooi, mooi eind. Ik denk dat het 4-4 wordt. Dus die vul ik gewoon in. 4-4. Nice. Goed. Ja, we moeten maar afsluiten. Dat was hem. Is hij morgen te volgen via Breda nu? Ja. In 076 Radio? Dat klopt helemaal. Hey, jongens, nou, ik wil nog wel even voor spek en bonen zonder punten een uitslag roepen. Maar dat ga ik ook doen. 2-6. Heel goed, heel goed. Dankjewel. We hebben nog 10 seconden, dus ja, we moeten hem maar we bedanken, Bram. Bram. Graag gedaan, jongens. Hartstikke bedankt, jongens. En volgende week is NAC Praten weer. Dankjewel. Hey, ontdekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAC Praat, jouw NAC-nieuws. Elke donderdag op Breda Nu.